allemaal blij met de punt die we hebben gepakt. Nou ja, ik niet alleen, Erik. Ik denk nog wel meer mensen hier in Nunspeet uiteindelijk na 0-2 achterstand dan toch terug te komen tot een 2-2 gelijk spel. Terwijl er aan beide kanten ook de mogelijkheid was om de wedstrijd toch uiteindelijk naar zich toe te trekken. Maar ja, het is weer een punt door de bij, zullen we maar zeggen, napraten met deze wedstrijd, over deze wedstrijd met de beide trainers. Henk Nieuwhuis, goedemiddag. En natuurlijk Freddy Smit, ook een goedemiddag. Met de gast beginnen. Ja, Henk. Eerste helft, hè? Na 20 minuten, 2-0 voor, eigenlijk al na 56 seconden 1-0. Wat dacht je? Wat overkomt me nu? Nee, dat dacht ik niet. Maar ik was ook tevreden over het voetballen. Ik had er echt de hoop dat we daar zouden doortrekken. Dan hadden we een goede overwinning gehaald. Maar de tweede helft zag er wat anders uit. Ja, maar de eerste helft waren jullie absoluut de bovenliggende partij. Ja, maar een wedstrijd duurt twee helften. En nou, dat hebben wij ook gemerkt. Misschien mensen is wat opportunistisch gaan spelen. En die 2-1 die ook nog in het zadel. En ja, wat je niet zo vaak ziet bij clubs die een beetje in degradatie nood zitten. Dat de publiek in de jacht gaat staan. Maar dat gebeurt nu ook wel. En dat geeft die jongens ook een boost. Dus ja, dan moet je tegen vechten. En daar kom maar zelf mee omgaan. Ja, met wat voor intentie waren jullie naar de Nunspeet gekomen? Ik denk dat wij op basis van onze kwaliteit was ik wel zo arrogant om te zeggen van hier zijn drie punten te halen, maar daar hoort ook een stuk mentaliteit bij en met name de tweede helft hebben we dat laten liggen. Het was al een fase, was die 3-1, dat had beslissing kunnen zijn. Maar ja, Muns bleef erin geloven en jagen op die 2-2 en dat had ook 3-2 kunnen wezen in een bepaalde fase. Freddy, een dramatische eerste helft zou ik haast willen zeggen. Ja, zeker. Als je weet wat onze intentie was en hoe we aan de wedstrijd willen beginnen en ook na vorige week en waar je dan je positiviteit had haalt ook in trainen. Dus ja, inderdaad, we zijn er 56 seconden met 1-0 achter staan. Ook nog iets waar we van de week van meteen al gesproken hebben, of niet toevallig, waar we al gesproken hebben. Ja, dan is dat des te triester. Maar goed, dat gaat je dan ook niet helpen om zo'n eerste helft door te komen, of zo'n eerste fase. Want dat doet ook wat met die jongens, hè. En dan kun je aan de kant coachen wat je wil, schreeuwen wat je wilt, maar dat doet dat met die jongens en dat lukt dan niet. Goed, nu waren we al van plan om Mannix in dit geval in te wisselen, maar dat kwam dan noodgedwongen, we moesten op een andere manier wisselen dan ik in mijn hoofd had, als ik eerlijk ben. En ja, goed, en na de 2-0 heel voorzichtig gaan richting de rust, kwamen we weer iets in de wedstrijd. En ja, dan kun je de rust in ieder geval met elkaar daarover hebben. En ik had liever gehad dat ze elkaar, nou, zei het net in elkaar, ik had eigenlijk binnen moeten komen, vind ik, in de rust, dat ze elkaar helemaal verrot schelden. Om maar even zo te zeggen van, hoe kan dit nu, hè? En waar blijf jij in gebreken qua werklust? En eigenlijk was er maar één jongen die wat zei en de rest van daarna werd het een dood, ja, als een soort doodvolgertje zat het allemaal. Maar goed, daar heb ik wat dingen over gezegd. Toen ben ik ook weggelopen. Ik zei in de laatste 5 of 7 minuten wat het was, ik zei nou, hey, misschien moet je toch eens met elkaar aan praten gaan. Ik weet niet eens of ze dat gedaan hebben, ik heb het ook niet gecheckt bij de andere trainers. Maar het feit is wel dat ze in de tweede helft enorm karakter hebben getoond. En dat deden we vorige week ook, na de 1-0 waar we al lang de wedstrijd beslist hadden moeten hebben tegen Zutphen. En ik vind dat wel positieve punten, ook in de fase zoals Henk net zegt, dat je toch richting de VD gaat, is dat het wel waar je het in ieder geval op moet doen als basis. En ik vond dat we dat nu wel tonen, met die jongens en vorige week en vandaag naar de wedstrijd ook voor gecomplimenteerd. Alleen nu graag vanaf minuut 1, want dat maakt het een stukje makkelijker. Maar goed, op die manier zullen we de laatste 3 wedstrijden wel tegemoet moeten treden. Ja, maar hoe komt het dan dat we in de tweede helft wel zien wat we graag willen zien met z'n allen, maar komt het in de eerste helft niet uit? Nou, ik denk dat je dat eerder aan de jongens moet vragen dan aan mij misschien wel, want we hebben het erover en ik denk dat de jongens dat ook wel willen. En maar waar dat precies zit, ja, ik kan het je niet zo uitleggen. Ik weet het gewoon niet goed. Nee, terwijl we bij Go Ahead het juist andersom zien, hè? De tweede helft veel meer met de rug tegen de muur. Klopt. Kijk, zo'n 2-1 is heel erg bepalend, denk ik. En dan ben ik kritisch op mijn eigen jongens dat die niet... Ze zich zeggen overtroeven met wat ze trouwens een fantastische paas die die jongen gaf. Maar dat zijn de momenten in de training. Je kunt ontzettend dooranalyseren, maar er zijn wel bepaalde momenten die een wedstrijd doen kantelen. En toen kwam het geloof er weer in. Ja, je hebt dit team weer eigenlijk op de rit moeten krijgen. Tussentijds de trainer die vertrokken is, schoon schip gemaakt. En dan, ja, dan ineens in februari, dan sta je er, hè, met zo'n team. Hoe pak je dat dan op? Nou, ik vind het wel mooi dat je zo'n schip gemaakt hebt, maar dat voel ik niet zo, hoor. Dat is best wel een... ik heb zelf ook ervaring, ik ben zelf ook wel eens ontslagen. En dat doet wel iets met mensen, maar dat doet ook iets met de groep. En dan is het plezier is dan gewoon weg. Dus de nadruk ligt wel op plezier en gewoon prettig trainen. En
heel moeilijke tactische concepten, die zijn dan even niet aan de orde, maar je ziet nu wel een groeiproces. Maar dit is weer een deukje aan de andere kant. Ik kan als trainer vast aan de eerste helft dat de kwaliteiten er wel zijn. Ja. Kun je achteraf tevreden zijn met het ene punt? Achteraf wel, ja. Ik denk dat er ook een paar uitslagen waren wat niet in ons nadeel is, dus dan moet je ook tevreden zijn, denk ik. Ja, DZC verliest, Frans Opus Boys verliest, dus wat dat betreft de druk van onderuit. Ja, is niet minder groot, maar toch wel prettig misschien. Ja, jawel, dat vind ik echt jammer. Je had het in eigen hand kunnen houden door hier gewoon drie punten te halen. En nu maak je jezelf onnodig moeilijk, maar misschien is het achteraf die punt ook wel genoeg geweest. Freddy, hoe denk jij erover? Ja. Nou ja, goed, ik ben blij met het ene punt, zeker nu deze twee verloren heeft, want die hebben nog drie wedstrijden en dan zullen ze toch één winst is, dat voor hen niet genoeg. Aan de andere kant, we hebben het gewoon in eigen hand, hè? Wat Henk net zegt, wij hebben het gewoon in eigen hand door goede resultaten te zetten. Nou ja, goed, hier dat hij in het laatste moment volgens mij had gewonnen, twee in Orion Zustijn, ja, dat is jammer, die zich erbij mag houden. Maar goed, we hebben het gewoon in eigen hand, we moeten zelf doen. Als wij doen wat we moeten doen, interesseert hem helemaal niks als we er omheen doen eigenlijk, want dan is het genoeg. Ik hou me ook vast aan de tweede helft. en ik denk dat we op die manier best verder kunnen in de komende tijd. En complimenten ook. Ik was heel blij wat Henk net terecht zei, het publiek dat erachter kwam. Want dat heeft denk ik de jongens wel een beetje geholpen. Want we ballen bij de net ingooien aan het eind van bij de cornervlag of een paar corners. Ja, dat heeft ons toch wel een beetje geholpen om met geloof te gaan spelen. En dan aan het eind zegt, ja, die bal van Simaik stellen toch wel geen volgen. Maar die bal die dan op de kruising wegvliegt, ja, dat had maar zo'n beslissing kunnen zijn. Alleen, 1 minuut voor tijd denk ik, de scrimmage voor onze goal, als die jongen zich daar niet voor gooit, dan, ik weet niet eens wie dat was, oh, nou dat is Frank, zie ik nu, dat zal ik op dit, dan kunnen we hem gewoon verliezen. En dat was eigenlijk wat we vorige week misschien wel nalieten, dat iemand zich ervoor had moeten gooien bij de 1-0. Ja, dat hebben ze dus geleerd en nou, dat geeft me wel het vertrouwen in de komende 3 wedstrijden. Ja, anderzijds heeft ook Veldman een keer de lat natuurlijk behoorlijk geraakt en had het al 1-1 tegen 3 kunnen staan. Ja, dan krijg je weer een andere wedstrijd. Voetbal blijft leuk, hè? Ja, gezellig, hè? Gezellig, hè? Nou, alhoewel over die gezelligheid, een andere serieuze zaak, ja. Ook in de eerste helft. Je moet 2 spelers noodzakelijk wisselen vanwege blessures. Mark Dekker, 1 is Kekli Koglu. En dan Hunestein nog eens een keer die een gele kaart krijgt. Die mag volgende week ook de tegen ombrengen, want die wordt geschorst alweer. De zorgen nemen wel toe, Freddy. Ja, nou, William is inherent aan het eindfase van de competitie en ik vind het heel vervelend, maar ook niet onoplosbaar. Hè. Ze zullen er zelf staan en die jongens kunnen het prima, hebben ze vandaag met de invallers ook bewezen. Mark lijkt me wel mee te vallen en die extra week die we hierdoor hebben, denk ik dat ik Mark op 2 weken wel gewoon erbij heb, als ik het goed begrijp, van Mark zelf. NS heb ik eigenlijk niet een idee, maar dat maakt me wel een beetje zorgen over, want dat leek toch best wel een heel ernstig. Sorry? Hij moet door de scan. Oh, hij moet door de scan, nou. Maar in ieder geval, lijkt toch een kaak uit de kom of een kaakbreuk. Ja, laten we hopen dat het een beetje meevalt. Maar goed, dat zal wel afwachten. 2 thuiswedstrijden, nog 1 uitwedstrijd. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, wat ik net al zei, best met vertrouwen. Maar dat mag niet overgaan in van, nou, het zal wel goed komen. De jongens moeten beseffen dat wij, als wij alles geven zoals vandaag de tweede helft, dan heb ik echt meer dan 100% vertrouwen dat het gewoon goed komt. Maar we kunnen niet 50% ergens laten liggen, dat bleek vandaag de eerste helft nog niet. Henk, tot slot, hoe ziet jullie programma er verder uit? ACD uit, de 2 thuiswedstrijden en Wierden en Flevoort, dus dat zijn makkies, hè? Als één van beiden nou kampioen is. Nee, maar dat zijn voor de sportman hele leuke wedstrijden. Volgens mij gaat het in die fase ergens om. Dus de druk ligt bij Wierden en Vegel Boys. Ik hoop dat we dan niet per se die punten nodig hebben en dan kunnen vrijheid spelen. Het verlijn zit in de start, hè? Ja, toch wel. Maar dat geldt voor beide kanten, hè? Want voor jullie is elke wedstrijd een 6-punten-wedstrijd, Freddy. Zeker weten. Ja, goed, aan de andere kant, ja, kan ook maar een goede kant opvallen. Dat je het enige wedstrijd voor eigenlijk zo kan zijn. Hè? Als het DCC wel dat liggen, wij doen ons ding. Kijk, en voor het woord kampen, ja, je wordt waarschijnlijk een van de beslissende factoren aan het eind van de kampioenschapstrijd. Ja, dat lijkt mij een mooie wedstrijd. Nou, laten we maar van wedstrijd tot wedstrijd gaan en niet alle wedstrijden beschouwen. Het gaat er uiteindelijk om de punten te pakken. Dit was het vanmiddag vanaf de Wildzang. 2-2 de eindstand tussen Nunspeet en Go Ahead Kampen. Ja.